Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs, ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van de nieuwe finalistes van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier bij mij Melissa. Dag Melissa, wat is jouw achternaam? Holsteins. Ja. Uiteraard. Oké. Ik heb vernomen dat jij nog geen eigen zaak hebt. Wat zijn je plannen voor met de misverkiezing? Wat wil je bereiken? Ik doe vooral mee met deze misverkiezing om meer ervaring op te doen. En wie weet ook een bijzaak te beginnen in de make-up. Ja. Dat zijn hele mooie plannen. En waarom heb je voor make-up gekozen? Waarom is dat jouw passie? Vroeger deed ik altijd aan dansen en dan moest ik ook mijn eigen make-up doen. En ik ben ook actief als model en dan moet ik ook mijn eigen make-up doen. Dus het is toch wel belangrijk en ik doe het gewoon heel graag. Niet alleen op mezelf, maar ook op andere mensen. Model hoor ik, dus jij hebt al een beetje ervaring met fotoshoots en zo. Podiumervaring ook? Ja, dat klopt. Ik heb ook podiumervaring, doe mee aan modeshows. En vroeger heb ik ook aan dansen gedaan, dus ik ben het wel gewoon om op een podium te staan. En geen podiumvrees of toch een beetje elke keer? Een klein beetje gezonde stress, toch wel, ja. Maar ik denk dat dat niet slecht is. Gezonde stress, dat geeft altijd een beetje extra energie. Ja, dat klopt wel. Zo'n extra power zo voor het echt goed te doen, ja. Ah, dat klinkt heel leuk. Ik ben zeer benieuwd naar meer van jou te kijken. Wat zijn jouw plannen met de misverkiezing nog? Ik ga sowieso mijn uiterste best doen en ik ga ook nog workshops bijvolgen voor toch nog meer in die beauty sector terecht te komen en nog meer ervaring op te doen. Oké, en vertel eens een beetje over jouw persoonlijkheid. Ik ben iemand die eigenlijk altijd wel goed gezind is. En ja, wat zijn ook positieve dingen van mij? Ik praat heel graag, dus dat is ook wel positief. En ik vind het gewoon fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Oké, dat lijkt allemaal heel vlot, dus ik zie dat... In orde komen. Ja, veel succes. Ja, dankjewel.